Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vandaag is het best redelijk weer. We hebben een afwisseling van wolken en zon en ook een paar buien, vooral in de ochtenduren nog. Ze komen met name dan in het noorden van het land nog soms stevig uit de hoek, met lokaal een klap onweer erbij. Vanmiddag wordt het vaker droog vanuit het westen, hebben we perioden met zon en het wordt 15 tot 18 graden. Bij een matige aan zeekrachtige wind uit het zuidwesten. Vanavond neemt de wind eigenlijk wat af. Vanuit het westen raakt het wel weer bewolkt en er volgen weer ook enkele buien. In en de nacht gaat de wind duidelijk aantrekken en die wordt dan morgen in het noordwestelijke kustgebied stormachtig of zelfs even storm. Windkracht 8 of 9. En daarbij kunnen zware windstoten of zelfs zeer zware windstoten optreden tussen de 90 en 110 km per uur. Verder is het weerbeeld enigszins wisselvallig met wolken, zon en een paar buien die vanuit het westen overtrekken. Op donderdag is de wind afgenomen naar een vrij krachtige wind uit westelijke richting. Voor de rest hebben we een afwisseling van wolken, zon en een paar buien, soms stevig met onweer. Op vrijdag en zaterdag ook nog enkele buien, maar ook zonnige momenten bij een middagtemperatuur rond 16 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.